De Nederlandse kenniseconomie kent drie pijlers, te weten onderwijs, wetenschap en technologie. Op alle drie de gebieden heeft Nederland het lange tijd goed gedaan. Volgens de Kenniseconomie Monitor 2010, waar ik dit leuke plaatje uitgejat heb, staat Nederland dan ook mondiaal gezien op de 8e plek. Van zulke positieve geluiden kijkt u vast op, maar ik zal mij later overgeven aan de typisch Nederlandse behoefte om te klagen. Mevrouw Cent, waarom gaat het volgens u niet goed met die drie pijlers van de kenniseconomie? Het gaat mis met onderwijs, met wetenschap en met technologie, omdat ze een eigen dynamiek hebben die we proberen te beheersen en die uiteindelijk niet beheersbaar is. Kortom, bij alle drie de pijlers, te weten onderwijs, wetenschap en technologie, zien we dat de eerdere productiviteit van de kenniseconomie gepaard is gegaan met perverse pogingen de bijbehorende toegenomen complexiteit te beheersen. In onze controledrift proberen we alles dicht te timmeren, te regelen, te sanctioneren en zo loopt de kenniseconomie in de fuik. Hoe komt het dat we dat allemaal willen controleren? Die dynamiek die roept heel erg veel angst en onzekerheid op. We willen graag onze eigen rationaliteit controleren en het blijkt eigenlijk dat we dat helemaal niet kunnen doen. Tegelijkertijd in al onze wanhoop en in al onze angst proberen we ook die complexiteit van de kenniseconomie te beheersen. Terwijl de wereld onweerlegbaar vertakt en vernetwerkt is geraakt en het eigenlijk een onmogelijke taak is. De groei van de kenniseconomie is van marginale betekenis als we ons niet weten te ontworstelen aan de angst die ons gegijzeld houdt. We hebben onszelf steeds verder ingekapseld in een net van regels en toezicht in onze uitzichtloze beheerszucht. Dit zelfgesponnen web ontneemt daarnaast ook nog eens het zicht op de weg naar een duurzame toekomst. Het is tijd dat we dit web afschudden. Waarom moeten we ophouden om alles te controleren? We moeten ophouden met alles om te controleren omdat het uiteindelijk zinloos is, omdat het onmogelijk is. Eigenlijk zie je twee reacties op het feit dat de wereld voortdurend complexer wordt. De ene reactie is heimwee naar vroeger, toen was alles toch beter. En de andere reactie is regels op regels, protocollen, noem maar op. En allebei die reacties zijn eigenlijk weinig zinvol, hebben weinig uitzicht. Uiteindelijk heeft de kenniseconomie toch een dynamiek van zichzelf die je in goede banen kunt leiden, maar die je zeker niet kunt beheersen. Kortom, we moeten onszelf radicaal ontorganiseren en ontregelen. Alleen dan kan de kenniseconomie floreren. Of in de woorden van mijn favoriete filosoof Loesje, geef de mens de ruimte om te groeien in plaats van de economie, dan volgt de kenniseconomie vanzelf. Als u nou uw boodschap in een tweet zou moeten samenvatten, hoe zou die klinken? Dan moet ik even vertellen of het 140 is, maar ik denk dat het zo'n beetje uitkomt. Laten we onszelf radicaal ontregelen en ontorganiseren.